Voor het aanleggen van een perceel is een goed begin het halve werk. Bereid je dus goed voor, voordat je klaven gaat zaaien. Kies een perceel uit met een lage onkruiddruk. Je kunt er ook voor kiezen om een vals zaaibed te maken. Laat het perceel ongeveer twee weken liggen nadat het geploegd is. Wanneer je het vervolgens saai klaarmaakt, ben je de eerste onkruiden kwijt. Let bij deze methode er wel op dat er voldoende vocht blijft... In de toplaag. Anders kun je beter direct na het ploegen inzaaien. Klaver stelt eisen aan de pH van je bodem. Heb je een perceel op zandgrond, dan moet de pH minimaal 5,5 zijn. Voor kleigrond adviseer ik een pH van 6. Zorg op basis van de bodemanalyse dat de kali en fosfaat ook in orde is. En als laatste. Moet de NLV bij voorkeur niet hoger zijn dan 150. Vervolgens maak je voor het inzaaien een fijn en egaal zaaibed. Wil je meer weten hoe je klavers het beste kunt inzaaien of ben je op zoek naar nog meer management tips voor grasklaver? Kijk dan naar mijn andere klavervideos.